We hebben alles zelf gemaakt. Mijn man heeft een groot frame gemaakt en dan hebben we met papier-mâché eigenlijk alles bekleed. En alle huisjes zijn zelf gemaakt, allemaal zelf ingekleurd. En dan hebben we alles vastgeplakt en dan met één slinger lichtjes overal haartjes zijn gemaakt dat de huisjes verlicht zullen zijn. Het leukste vind ik altijd heel de voorbereiding en zelf het maken, dat vind ik eigenlijk wel het leukst, want ik knutsel graag. Ja, ik ben al aan het nadenken wat we volgend jaar gaan doen. Ja, ik heb al een idee. Het is dus zo dat mijn twee beste vriendinnen mij een beetje promoot hebben door de kerstversiering te maken. En vooral het ecologische aspect heel erg in acht genomen hebben. Ze hebben dus gewerkt met groen, met schelpen, met klei, met dennenappels. En een beetje lichtjes natuurlijk, want het moest ook wel fonkelen, vond ik wel. Hè. Het is gewoon leuk, je zaak komt in de kijker. Iedereen spreekt ervan. Het is gratis reclame. Hè. Ik zou het iedereen aanraden. Ja. Wij zijn een school voor verpleegkunde, waarbij dat we studenten tot gegradueerde verpleegkunde opleiden. En vandaar dat we eigenlijk samen met de studenten en met de andere collega's nagedacht hebben van hoe kunnen we een verpleegkundeopleiding naar buiten brengen. En hebben we zo een aantal spuitjes ook in de bomen gehangen. We hebben ook een schort, het uniform dat de studenten en de docenten dragen op stage, hebben we ook voor de deur gezet, zodanig dat het eigenlijk wel heel herkenbaar was. We hebben ook via onze sociale media gedeeld en zo. We hebben veel reacties gekregen ook van studenten die daar eigenlijk ook wel enthousiast over waren. Het is ook leuk met de koude winterdagen, is dat veel leuker om lichtjes te zien, een beetje vrolijkheid. Ja. Ik heb alles zelf gemaakt, dus samen met mijn man. Met hout dat we liggen hadden. De grote cadeaus onder de kerstboom zijn gemaakt met een oude klerenkast. Lades vanuit een oude klerenkast. Wat ik vooral vind, is dat ik de virus doorgegeven heb aan gans de straat. Iedereen heeft zijn voorgevel versierd. Ze vonden dat zo tof vorig jaar dat ik gewonnen had. Toen hebben we op het gedacht gekomen om die lichtbakens te maken. En zo hebben we eigenlijk onze eigen lichttunnel in de Druivenlaan gecreëerd. Ik heb meegedaan met Oostenk de Fonkelt. Eigenlijk door mijn overbuur. Zij heeft mij aangemoedigd daarvoor. En ik heb gekozen voor een originele, kindvriendelijke versie. Alles is zelf gemaakt. De elf op de slee is gemaakt met een emmer. De cadeautjes zijn gewoon kartonnen dozen in foliepapier. De snoepjes zijn allemaal van die zwembadnoedels. Ik krijg heel veel reacties dat het mooi is, dat het kindvriendelijk is en zo. Ik zou iedereen aanraden om volgend jaar zeker mee te doen.